Het is weer tijd voor een mini buikspieren workout. We hebben 3 oefeningen. Iedere oefening duurt 30 seconden, 5 seconden rust. We doen 3 rondjes, dus een kleine 5 minuutjes ben je bezig. Je hebt een matje nodig en wellicht ook een handdoekje, want ik hoor wel eens dat mensen last krijgen van hun heupen bij deze oefening. We gaan beginnen. Ik zet de tijd aan. Over 9 seconden gaan we starten. Ik laat de eerste oefening aan je zien. Dat is om en om je benen omhoog en omlaag brengen. Easy does it. Navel is in, daar gaan we. Je schouders zijn weg van je oren. Probeer je benen goed te strekken. Hè? Dat is belangrijk. Dus tot en met je tenen blijf die buik omlaag duwen. Voel je rug in contact met de grond. Je moet niet een hand tussen je matje en je rug kunnen steken. Je mag je hoofd en schouders op de grond laten liggen. Als je dat fijner vindt, ik vind het fijner om ze op te tillen. Zometeen kom je op je zij liggen, je onderste arm op de grond en je brengt je elleboog naar je knieën. Nou beter, je knieën trek je op. Sommige mensen krijgen last van hun heupen bij het doen van deze oefening. Ik vind dat zelf heel erg meevallen. Maar leg er dus iets onder. Probeer dit wel lekker op tempo te doen. Train je taille. Deze is echt voor de schuine buikspieren. Lap 5 seconden om te wisselen. Onderste arm is op de grond. Oeh, daar val ik. Op en neer. Dus je maakt je klein en lang. Je maakt je klein en lang. En ja, je gebruikt inderdaad je onderste arm om je een beetje omhoog te duwen. Kom weer liggen op je rug. Alternating leg raise. Oefening 1. Ronde 2. Duw die buik goed omlaag. Blijf ademen. Schouders zijn weg van je oren. Je mag je hoofd en schouders op de grond leggen. Maar dat moet niet. Doe wat jij fijn vindt. Houd je benen mooi gestrekt. Kom snel op je zij liggen. Onderste arm is weer op de grond. Bovenste arm. Daarmee ga je op. Eventjes een beetje verliggen. Hop. Adem in. Blaas uit. Adem in omlaag. Uit omhoog. En wissel van kant. Oeh, te laat. Dat willen we niet, hè? We willen niet te laat zijn. We willen no time to waste. Deze kant gaat toch iets minder soepel. Ik dacht, dat doe ik wel even. Even 4,5 minuut buikspiertjes trainen. Maar ik vind het zelf best wel pittig, moet ik zeggen. Oeh, ik ga me goed voelen. Ik ga me heel goed voelen. Schuine buikspieren weer voor die taille. En omhoog. Dit ga je dus ook een beetje in je rug voelen. Dat hoort er allemaal bij. Dat zijn schuine buikspieren. Je core is ook je rug, hè? Voilà.
We zijn bijna aan het eind van de workout. Nu zijn we bij de laatste oefening. Opzakken en doorgaan. De laatste 30 seconden, dan zit het erop. Ik hoor van veel dames dat ze deze workout 's ochtends doen. Dus dan kan jouw werkdag beginnen. En dan heb je de hele dag dat gevoel van die strakke buik. Lekker toch? Fijn begin van de dag.